Dat is Leo Bormans, normaal gesproken dan maak ik niet een overgang van één onderwerp naar het andere. Maar in dit geval kan het niet anders, omdat u geluksambassadeur bent. Met dit nieuws voorhanden, hoe relatief is dan inderdaad een woord als geluk? Ja, angst is de grootste bedreiging voor geluk. Hè. Mensen die bang zijn, hebben het heel moeilijk om gelukkig te zijn en om gelukkiger te worden. Dat is net wat die terroristen ook met ons willen doen. Ze willen ons geluk bedreigen. En dat is het hart van onze samenleving die men raakt. Door ons bang te maken, door ons compleet bang te maken. Dit maakt ons bang en dat bedreigt ons geluk. Wie deze beelden ziet, heeft het heel moeilijk om hoopvol te zijn. Want net angst is het tegenovergestelde van hoop. Nu, we weten dat het enige wat ons zal redden, is hoop. Niet angst. Hè? Maar waar vind je hoop als je midden in een wanhopige situatie zit? Ja, het tegenovergestelde van hoop is niet wanhoop. Het tegenovergestelde van hoop is angst. Hè? Dat is wat ons bedreigt. En we kunnen, ja, er is reden om bang te zijn, dat is correct. Maar anders, er is ook heel veel positiefs te zien in onze wereld. En als we ons laten verlammen door de angst, dan zal er niks gebeuren. Ik kom net terug uit Beirut, waar ik tussen twee bomaanslagen gesproken heb aan de universiteit, van de Arabische universiteit, met 300 studenten in de positieve psychologie. En ze maken mij heel duidelijk dat angst de slechtste raadgever is. Het is net angst. Ook vluchtelingen die naar hier komen, die zijn niet gedreven door wanhoop. Want dan zouden ze niet in beweging komen. Ze zijn net gedreven door hoop. En dat is de grote kracht van de mens. En daar zullen we het moeten uithalen. En is dan die... Kijk, een beroemde uitspraak is... In donker kan alleen licht kan verlichting brengen. Maar is het dan te trainen, die hoop? Want juist in deze situatie, de mensen in het stadion, de mensen op straat... Nou ja, Karsten de Vreugd die in huis is gevlucht. Ja. De familieleden straks van mensen die zijn gedood. Ergens moeten ze die hoop vinden, maar dat is best lastig dan. Het is nu echt onmogelijk om tegen die mensen te gaan zeggen, er is hoop. Hè? Dat is hetzelfde als mensen die horen dat ze kanker krijgen. Op dat moment moet je daar echt niet mee afkomen van, er is nog hoop. Maar mensen zijn altijd in staat om toch hoop op te bouwen. Als wij wereldwijd vragen aan mensen, en ik kan het misschien vragen aan mensen hier in de zaal en thuis. Hè? Wanneer was u het gelukkigst? 20 jaar geleden, 10 jaar geleden of nu? Als we dat vragen aan mensen, dan antwoorden de meeste mensen nu. En we hebben daar longitudinaal onderzoek naar. We hebben dat aan 10.000 mensen 30 jaar lang gevraagd. En telkens antwoorden mensen nu. En ze zeggen niet 20 jaar geleden. Dat betekent dat als we elkaar opnieuw zien binnen 10 jaar, in 2025, dat mensen opnieuw gaan zeggen nu. Ondanks alles en juist daarom hebben wij een enorme veerkracht. Hè? En kunnen wij moeilijke tijden aan. Er zijn altijd moeilijke tijden. Maar zeggen wij nu, omdat ons geheugen ons doet vergeten wat er toen is gebeurd? Of zijn wij zo geprogrammeerd als mensen dat wij vooral nu willen genieten, omdat dat je redding is? Nee, wij kunnen ons aanpassen. Wij kunnen met obstakels omgaan. Hè? Dat heeft de geschiedenis geleerd. Hè? Er zijn altijd obstakels geweest. Er is altijd oorlog en bedreiging geweest. En toch zijn we erin geslaagd om een enorme veerkracht op te bouwen. Dat is de kracht van de mensen. En is dat dan ook misschien... uw boek gaat onder andere over de kracht van kinderen. Hè? Het geluk voor kinderen en ook wat kinderen ons kunnen leren als volwassenen. Is dat ook misschien de kracht van kinderen dat zij heel snel kunnen schakelen tussen wat naar was en wat prettig is? Ja. Wij dachten toen we met geluk voor kinderen begonnen, want wat we nu aan het doen zijn, ik ben bezig met wetenschappelijk onderzoek, en wat we aan het doen zijn positieve interventies bedenken. Wat kunnen we doen aan dat stukje maakbaar geluk? En een van de dingen is gelukkige kinderen. Want het doel van onderwijs en opvoeding lijkt ons gelukkige kinderen. Maar hoe krijg je dat? Dat zul je maar krijgen dankzij gelukkige scholen, dankzij gelukkige leraren, dankzij gelukkige ouders. Daar moeten we met z'n allen aan werken. En als er een bedreiging is, dan is die er. Maar ook daar kunnen we mee om. Hè. We kunnen proberen een beetje gelukkig te zijn, ondanks alles en juist daarom. Het is niet alle dagen feest en we moeten echt niet op vuilnisbakken staan dansen om happy happy te zingen de hele tijd. Daar gaat het niet over. Er is pijn, verdriet. Maar mensen die ook woorden vinden om hun emotie te delen, en dat leren we bijvoorbeeld in Geluk voor Kinderen, ook aan kinderen, dat we zeggen van deel uw emotie, maar zeg ook wat uw pijn doet, wat uw verdriet is, wat uw twijfel is. En in een keer dat we die woorden vinden, dan kunnen we ook weer woorden vinden die ons uit de rommel halen, die ons weer hoopvol kunnen stellen. U heeft een boek geschreven voor Hoop, Liefde en Geluk, waarin u echt wetenschappelijke werken heeft bestudeerd wat hoop, liefde en geluk voor ons betekenen. Als je nou kijkt naar de actualiteit nu met de situatie in Frankrijk, in Parijs, waarvan we nog niet precies de draagkracht weken, tenminste 26 doden. Is het dan aanraadzaam, op basis van de wetenschappelijke studies die je hebt gedaan, dat je met die kinderen dit deelt? Of juist niet?
Deel je die angst of juist niet? Ja, absoluut. Je kan ze niet ontkennen. Dat is heel fout om dat te ontkennen. Het is natuurlijk iets anders of je al die beelden ook... je moet die ook plaatsen. Dit is wat er gebeurt in de wereld. Er is ook heel veel positief nieuws. Hè. Als we de kinderen alleen beladen met ellende en ellende, er is ook heel veel positief nieuws. Als wij aan kinderen vragen wat hen gelukkig maakt, dan zijn dat geen materiële dingen, hoor. Dan leren ze ons heel veel dingen als aandacht voor elkaar, vriendschap, proberen gelukkig te zijn, hoopvol handelen. Dat is wat kinderen ons leren. Wij leren dat af. Hè. Wij leren af wat spelen is, wat verbeelding is. Wij hebben net een grote kracht om verbeelding te gebruiken, om ons een wereld in te beelden die beter is dan de deze.